alles. Nee, vloerdak, bij die alles is. We hebben hier de pouring paint, kant-en-klare gietverf, zoals we het noemen. Aan de andere kant denk ik zo rechtop. Nee, ik ga doen wat daarop staat. De ouderwetse dirty pour gewoon doen. Verf in de beker en de beker omkeren. Ga ik dan al het verf gebruiken? Ja, dan is het ook maar op ook. Ja, oké. Dan pakken we dus een grote beker. Alleen heb ik al het idee met de kartonnen beker dat ik dan dit wil doen en het zo eruit wil gieten in plaats van wat hun zeggen zo. Nou, is het open? Ja, ze zijn open. En, oh, dan moet ik ze niet erop gaan zetten, want ze hebben een zwarte ondergrond. Omdat ik hiervoor met zwarte verf bezig was. Nou, het zijn wel mooie, zachte pasteltinten. Maar, ja. Zie je, dan krijg je dit. Oh, nou ja, dat gaat wel weg. Oké, ik ga de beker vullen. Ik ga stoppen, want ik denk dat ik anders gewoon zelfs te veel heb. Nou, dat zou gewoon zonde zijn als ik zoveel eraf gooi en het niet gebruik. En mocht het niet genoeg zijn, dan vul ik natuurlijk gewoon de beker opnieuw weer. Oké, ik heb hem hier staan. Staat hij goed in beeld? Ja, hij staat goed in beeld. Niet mijn nieuwe shirt. Nou ja, hun zeggen dus omdraaien. Dus, oh, ik krijg zelfs cellen. Ik heb er ook natuurlijk nu geen siliconen in gedaan. Daar hebben ze het ook niet over. Dus ik moet hem nu in één keer omdraaien. Dat is lang geleden. Nou, 1, 2, ja. Ja, daar was ik bang voor. We laten het altijd even rusten. Je tapt op de achterkant van je beker. Zodat het verf goed loskomt. En dan kan je hem of recht omhoog trekken. Of je kan hem duwen en trekken. Dus nu duw ik hem en ik trek hem los. En wat er dan nog in je beker zit, daar vul je vast de hoeken mee. Ik ben alleen nu bang dat alles er tussendoor gaat. En dat wilden we tegen elkaar aanhouden. Oh, dat gaat niet. Zie je, het lekt eronder uit. Oh jee. Dat idee was heel leuk, maar dat werkt dus niet. In ieder geval zit er wel genoeg verf op. Dus. En. Oh, maar dit is ook verf. Dit is zo'n goede substantie. Waarmee je dit dus ook met de föhn kan doen. Omdat dit dus gewoon lekker dun is. Oeh. Oeps. Oeh, die kant op. Ja, als er zoveel afvalt, heb ik natuurlijk niet meer genoeg. Dat begrijp ik nog wel. Maar ik moet wel zeggen, het samen in één beker doen. Je ziet dus alleen maar de lila en ja, het paarse blauwe, maar je ziet niet echt alle andere kleuren. Nou, dan gooi ik het van deze naar hier op. Jammer. Ja, dat is eigenlijk ook dom, natuurlijk ook als ik van mezelf doe, om de beker in het midden op te zetten. Maar kijk, dit is wel heel mooi, maar het is echt heel duidelijk één kleur. Dus, godverpardon, waarom gaat het nou meteen weer niet zoals ik wil dat het gaat? En dan moet ik nu dat verf op te zien te schrapen tussendoor. Nou, ik zet hem voor jullie even op stop. En dan ga ik even het verf op schrapen, want dit is gewoon zonde dat het tussengeval is. Nou, die kan ik dus niet meer gebruiken, want er zit nu zwart lager hier natuurlijk nog op de grond. Oké, ik zet ze weer bij elkaar. Dit vind ik dus niet mooi, wat hiervan geworden is. En ik ga opnieuw een beker vullen, maar dan ga ik het draaien, zodat je wel de andere kleuren ziet, want hun idee... Nou ja, oh kut, daar ligt nog veel meer. Nou, we pakken ook zo meteen wel wat hier ligt. Nou, het is dus, als je de föhn gebruikt, is het dus zo dun dat je dus binnen 2 tellen blaas je dus al het verf van je canvasdoek. Dus het is
Als je de föhn hiermee gaat gebruiken met deze kant-en-klare verf van de Action, dan moet je hem dus echt meteen gebruiken. Dan moet je hem dus echt maar heel even gebruiken, want anders blaas je alles er vanaf. Ik ga opnieuw een beker vullen. Dat doe ik ook even buiten de tijd om. Nou, ik ga het dus nu op mijn manier doen. Ik heb nu alle verf in een beker. En ik doe dus wel dit. Terwijl hun zeggen, moet je niet doen. Ik maak een tuutje. Ja, en dan wil ik het toch in het midden gaan doen. Maar dan, nee. Want dan valt het natuurlijk weer ertussen. Vermengen zich alsnog, al heb ik het nu dus niet in één keer gegoten, zodra je dus deze kleuren bij elkaar doet, vermengen zij zich dus gewoon in één keer. Dus dit is niet voor mij voor herhaling vatbaar, want ik denk als ik het langs de muur laat lopen, dat het op de grond uiteindelijk ook allemaal samen komt. Beetje jammer. Oké. Maar ik wil zo graag dat het een tweeënheid wordt. Maar ja. Oh, waarom pakt hij dat puntje nou niet? Dat is altijd heel lastig bij een driehoek. Nou ja, je ziet in ieder geval nu wel beter de kleuren als net. Nou ja, ze horen dan wel bij elkaar, maar ze sluiten dan niet bij elkaar aan. Laten we het daar maar op houden. Over de rand, over de rand. Kom op, naar beneden. Beetje helpen, kom op. Want ik kan uit de beker niet hier overheen gieten, want daar zit wat zwart bij. Hup, een beetje meehelpen met mijn vinger. Hup. Kom, die rand nog even mooi. Ja, en dan doe ik hem nu terug, want ik zie hier een heel mooi patroontje hier ontstaan. Nou, die laat ik zo wel zien, want ik moet hem even terug doen. Ja, dan moet je ook dus niet je vingers op een hoekje houden. Dat is natuurlijk ook niet echt slim, Liana. En je hebt daar die rand niet gedaan. Wauw. Alleen dan moet hij hier nog even. Oh, net. Maar ja, dat is. Ik vind een driehoek gieten. Vind ik echt lastig hoor. Of je moet ze echt dus. Ik denk dat ik ze de volgende keer aan elkaar ga plakken. Ik denk dat dat makkelijker werkt. En dan loshalen. Nou, dit is één. En ik vind hem wel mooi. Ik vind het wel mooi. Het is beter. Het voordeel is wel, vind ik altijd, van bewegen. Dat je dus echt je eigen patronen kan doen. Maar er zitten dus geen cellen. Daar is hij helemaal bedekt. Je hebt deze trouwens ook in de metallic kleuren, deze set. Die lijkt me ook wel interessant om te halen. Dan neem ik aan dat dat toch niet zich zo vermengt als dit. Want als ik dit normaal doe met acrylverf, is het niet zo met elkaar verweven dat het nu is. Nee, dan kan ik me natuurlijk hier weer aan storen. Hop. Ah, toch. God. Nou, dan laat ik je helemaal oplekken. Ja, hij is wel mooi. Ja. En nou jeuken mijn handen, hè, om hem dus dicht te slaan zo, boom, 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 boom. Van wat zal die dan doen als ik hem nu boom? Want aan de ene kant vind ik dit nu heel mooi, maar nu jeukt omdat ik twee driehoeken heb om dus dit te doen. Zal ik? Wordt het wel nog meer één kleur? Nou ja, dan hebben we wel alles geprobeerd. Dan hebben we dus en
laten zien met de dirty pour en met de ring pour. En dan gaan we nu kijken wat die wordt met de... Ja, dan kan ik nu niet op het woord komen hoe iedereen dit in acrylverf gietentaal zegt. Shit. Oeh, het ligt daar een hoop verf. Maakt niet uit. Ik ga ze toch dubbel slaan. Ja, ik ga het toch doen. Zo. Oh, shit. Ja, oh, nee. Oh, nu zit helemaal alles onder. Ik laat ze heel even liggen. Want ik ga toch... Oh nee, dat is met zwart verweven. Shit. Maar ja, dat is misschien nu wel mooi. En dan doe ik het maar even zo van mijn bureau af. Liane, kijk alsjeblieft uit met je kleding nu. Het is trouwens wel nu heel apart met dat zwart wat er nu tussen zit. Maar ja, dat was natuurlijk niet de bedoeling. Oh, we hadden ook nog een zwijp. Oh, we kunnen ook nog een zwijp doen. Ik heb pak hier dus met een keukenrol om mezelf te beginnen. Oh, wat stom. Voordat we de dip, zoals die heet. Dus als je niet tevreden bent, hup, dip. Of op je, waar je het verf hebt gelegd, dip. Het werkt altijd. Stom, ik had ook nog kunnen kijken, wat doet die met een zwijp? Dan wist het helemaal. Nou ja, dat hangt even vanaf of dit mooi wordt of niet. Ik ben bang voor niet. Ik denk dat het te dun is. Want zelfs voor de föhn is het iets te dun. Oh nee. Oh. Oh. Oh nee. Ik ga geen swipe meer proberen. Oh nee. Ik laat alleen die even een stukje. Heel klein stukje wil ik dat die band daar eraf rolt. Deze. Want dat is dan, vind ik dan weer net niet mooi. Maar niet te veel, want anders gaat het hele patroon weg. Kom op. Kom op, want ik moet je heel rustig bewegen. Want het hele patroon wil ik niet nu kwijtraken. Want dan moet ik alsnog die zwaai doen. Nou ja, alleen hier die rand vind ik dan iets minder. Maar... Wauw. 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 Nou, misschien dat we nu cellen krijgen. Maar vaak als het verf veel beweegt... Dan krijg je wel cellen. En ik zie wel allemaal luchtbellen. Maar omdat ze niet hebben gezegd dat je siliconen nodig hebt voor de cellen. Oh, natuurlijk, Liane. Ga je weer met je vieze vette. Godverdorie, met je. Je. Mijn handschoenen zitten dus onder het verf en weer mijn bekende drup, hè? Misschien moet ik mijn bekende druk maar als stencil gaan doen. Want hij zit hier, hij zit daar. En daar kan ik zo slecht tegen. Want ik vind dat zo zonde. Maar om ze nu opnieuw weer te gaan dippen. Het is nu leren loslaten. Ik denk dat ik dit echt als mijn handtekening maar moet gaan zien. Maar de verf is dus heel erg dun. Nee, er komen geen cellen. Ik vind de verf heel dun. Want hier die canvas zijkanten, die moet ik echt... Hier, als je het maar net even per ongeluk aanraakt. Oh, kut, er zit daar zwart in. Als je dat dus maar net even... Ah, oh, nee. Nou, dan doe ik het rechtstreeks uit de fles. Oh, dit vind ik zonde, zeg. Kijk, er komt toch het canvasdoek erdoor. En dat is gewoon zonde. Maar als ik dan een swipe ga doen... Ik hoef een swipe niet eens te gaan testen. Want als ik een swipe nu eroverheen doe, dan trek ik hem gewoon helemaal kaal. Zo goed als. Dus dat heeft geen zin. Ik doe gewoon nu uit het flesje, omdat het toch voornamelijk turquoise is. En ik heb toch echt wel opgelet of ik niet te veel kleuren erin had. Weet je, dus te veel van het een. Juist de turquoise niet, omdat die al zo veel... Oh nee, dan drukt die weer van mijn vinger. Pop, verdikke me. Sorry. Oh, ik kan dat zo niet uitstaan. Die. Ik ga hem opnieuw doen. Kan ik het met het rietje nog redden? Ik denk het niet.
Oh nee, dan drukt er iets anders bij. Op. Op, 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 op. Sorry. Nou, dit wordt een te lange video. Dus ik zou zeggen. Oh, nou doe ik wel. Nou doe ik dus wel te veel te kwazen. Ik wou zeggen bedankt voor het kijken naar deze video met de kant-en-klare acrylverf van de Zenox. Jullie zien hierachter wat deze tweede dip dan geworden is. Maar ik ga nu afsluiten, want hij is anders veel te lang en dat gaat niemand kijken. Dus bedankt. En ik moet trouwens ook stoppen. Bedankt voor het kijken. Doei! Dus kijk toch maar even hierna wat het dan geworden is. Maar om dat nou weer te laten zien, dat wordt denk ik te lang. Nou, dat dippen werd dus helemaal niks. Het verf hecht dus gewoon niet aan het doek. Daarom bleef ik me bezig. Uiteindelijk heb ik gewoon het verf opgeschraapt en dus ook waar het zwarte verf bij zit. En is het dit geworden. Nu ben ik wel blij. Dus je ziet ook niet die flesjes kleuren meer terug. Eigenlijk gewoon door dat zwarte wat erbij zit, heeft het een soort van hechting wat gekregen. Maar het is echt een hechtingsprobleem. Nee. Niet meer als jullie ook niet kopen. Zonde van je geld. Ja, het is hier nog een smerige bende, maar we zijn bezig. Althans, iemand is voor me bezig.